tutorial. Hoi allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video tutorial. Vandaag ga ik laten zien hoe je deze statement ketting kunt maken met leer en bedels. En ik zal even laten zien wat je allemaal nodig hebt. Jasrondketting van 6 mm, een karabijnslijting, splitring, 4 mm jumpringen, 4 zakjes nietstiften, leer van 6x4 mm met 2 zakjes eindkappen, sieradenlijm, een ronde tang en een kniptang. En dan nog een selectie van kralen die je graag wilt gebruiken. Dus ik heb nu zwart leer en ik heb een combinatie van zwarte en zilveren kralen die ik gebruik. Nou, voor deze ketting beginnen we met het maken van alle staafjes. Het ligt een beetje aan de lengte van je ketting, maar je zult tussen de 90 en de 120 staafjes met kralen nodig hebben om echt een mooie volle ketting te krijgen. Dus leg gewoon je kralen op een kralenbord, kun je een beetje kijken, past het bij elkaar en dan kun je de patronen gaan maken. En dan doe ik meestal verschillende patronen op een staafje en dan doe ik van elk patroon maak ik 10 staafjes. Dan kun je ook een beetje lekker doorwerken. Dan hoef je niet bij ieder staafje hoef je na te denken over een nieuw patroon. En als je 10 per staafje doet, dan heb je ook nog genoeg variatie voor je hele ketting. Dus ik begin met een staafje met een grote spacer bead, een facetkraal van 6x4 mm en een zwarte kraal van 6 mm. En ik gebruik meestal 2, 3 of 4 kralen per staafje. Ligt er een beetje aan hoe groot ze zijn. En je kunt het ook gewoon afwisselen in je ontwerp. Goed, ik heb mijn nietstiften klaar met deze ronde aan kralen. En dan gaan we er bedeltjes van maken. Dus je pakt je kniptang en je knipt de nietstift tot iets minder dan een centimeter. Knip je die af. Dan pak je je ronde tang. Die doet het uiteinde van een nietstift tussen je tang. En dan vouw je hem eigenlijk om het tangetje heen. Zodat je een oogje krijgt. En die kun je dan nog even een beetje dichtknijpen als hij niet helemaal goed zit. En dan is dit je eerste bedeltje. Dus nogmaals, gewoon nietstift afknippen. Tussen je tangetje. Omdraaien. Dichtmaken. En dan heb je je eerste bedeltje. Dus zo komen je bedels eruit te zien. Doe dat ook met de rest van de staafjes die je al gemaakt hebt. En dan begin je weer met een nieuw patroon. En dan maak je daar 10 staafjes van. En zo ga je door totdat je in ieder geval 90 à 100 bedeltjes gemaakt hebt. Goed, ik heb alle staafjes heb ik nu gemaakt. En nu gaan we ze bevestigen aan het jasron. Dus gebruik hiervoor het 6 mm jasron. En dan hebben we de jumpringen van 4 mm. Die maak je open. Doe je door het oogje van de nietstift. En dan gaan we die aan het jasron bevestigen. Zo, ringetje weer dicht. En dan is het belangrijk bij de jumpringen dat je ze altijd zo open maakt en niet zo. Anders dan gaat de vorm eruit en dan krijg je ze niet weer netjes dicht. En dan ga je ongeveer 2 tot 3 bedels bevestigen per schakel van het jasron. Nou, dan kun je alle bedels daarvoor gebruiken die je gemaakt hebt. En dan kunnen we dan even kijken of de ketting vol genoeg wordt. Of dat je misschien nog een paar bedeltjes erbij wilt maken. Zo.
is het begin. Ik vind het altijd fijn om vanuit het midden te werken naar beide zijkanten. Dan kun je het goed vasthouden. En zo gaan we door totdat alle bedels op het jasseron zit. Goed, ik heb nu alle bedels heb ik aan het jasseron bevestigd. En nu gaan we de rest van de ketting gaan we maken van het leer. En dan gebruik ik het 6 bij 4 mm leer. Je hebt ongeveer 30 centimeter heb je nodig. En meet gewoon even bij jezelf of je dat een goede lengte vindt. Zo zit de ketting vrij hoog op je hals. Misschien wil je hem wat lager hebben, dan kun je een wat groter stuk leer gebruiken. Dus ongeveer 30 centimeter leer. En dan doe je dat even dubbel. En dan knip je het daar ook weer door. En dan gaan we nu de eindkappen op het leer bevestigen. Dat gaat dan zo. En dan zit er een kapje met een oogje. En dan kun je het vervolgens aan het jasseron bevestigen. Dus pak gewoon een beetje sieradenlijm. Doe de lijm tot ongeveer halverwege het eindkapje. Gaat het leer in de eindkap. En dan voorzichtig aanduwen. En dan moet je gewoon even opletten. Kijk, er komt nu een klein beetje lijm komt uit het kapje. Dat je dat even wegveegt. Zo. En dat doe je ook aan de andere kant van het leer. En dat doe je ook bij het andere stukje. Dus je hebt in totaal heb je 4 eindkappen hiervoor nodig. Nou, en laat het goed drogen. Sieradenlijm is echt hele goede lijm. Alleen het duurt wel lang voordat het droog is. Dus zorg dat je het in ieder geval een kwartier, 20 minuten laat liggen. Check even of het echt goed is opgedroogd. En dan gaan we de ketting verder afwerken. Goed, nou ik heb het leer goed laten drogen. En nu gaan we de hele ketting in elkaar zetten. Dus je haalt de overige schakels van het jasseron haal je eraf. En je houdt één schakel over waar geen bedels aan zitten. Dus pak gewoon een tangetje. Kan je een van de ringen openmaken. Zo. De laatste ring van het jasseron die doe je open. En die doe je aan het oogje wat aan je eindkap zit. En dan doe je het jasseron weer dicht. Nou, zorg dat het goed tegen elkaar aan zit. Nou, zo zit hij goed dicht. En dan heb je de ene kant van je ketting. Dus hetzelfde doe je aan de andere kant. Je haalt deze schakel open. Dat is één schakel. En de schakel daarna, daar beginnen de bedels. Dus je hebt één schakel over. En die doe je aan het oogje van je eindkap. En dan maak je hem dicht. Nou, dan is je ketting bijna klaar. Dan hoef je alleen nog maar een sluiting te bevestigen. En je kunt zelf kiezen, je kunt de sluiting direct aan de eindkap bevestigen. Of je kan hier nog een stukje jasseron tussen doen. Zo kun je de ketting nog in lengte verstellen. Dus ik ga aan de ene kant ga ik een karabijnsluiting maken. Daar heb je een splittering voor nodig. En ik gebruik bij deze ketting een splittering in plaats van een jumpring. Omdat het een vrij zware ketting is door alle bedels die eraan zitten. Dus gebruik gewoon een tangetje om je splittering open te maken. Nou, nu hoeven we alleen nog maar de sluiting te bevestigen. Aan de ene kant maak je een karabijnsluiting. En aan de andere kant doe je een stukje jasseron, zodat de ketting verstelbaar is. En we gaan de karabijnsluiting vastmaken met een splittering. Het is een best wel zware ketting met al die bedels. Dus dan gebruik ik liever een splittering in plaats van een jumpring. Dus maak je splittering een stukje open. En maak die aan het oogje van de eindkap.
En dan draai je hem door, eigenlijk net zoals een sleutelhangerring. Zo zit de splittering er goed aan. En dan maak je hem weer een klein stukje open. En dan kun je de karabijnsluiting eraan bevestigen. Zo. Draaien we ook weer door. Yes. Nou, zit aan de ene kant zit de karabijnsluiting. En aan de andere doen we een stukje jasseron. Dus die maak je een beetje open. En die bevestig je aan het oogje van de eindkap. Schakel doen we weer dicht. Nou, dit is wel iets te lang als verlengstuk. Ik haal er even een klein stukje eraf. Zo. En dan is je ketting klaar. Echt een heel leuk feestelijk ontwerp. En het leer hebben we in allemaal verschillende kleuren. En je kan het met allemaal verschillende soorten kralen maken. Dus weer een heel leuk ontwerp waar je allemaal kanten mee op kan. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Alle materialen kun je in je webshop kopen. www.beadsandbasics.com. En voor nog meer video's kun je op ons kanaal abonneren. Doei!